Zo, we gaan even met dit filmpje laten zien wat we allemaal hebben. Kijk, we hebben hier de diepe borden staan. Daar zijn echt, we hebben daar heel veel decor van. Die kun je gebruiken als pastabord. Als de achterste, dat zijn de pizzaborden, die platten. Maar ook heel leuk als, nou, voor allerlei andere dingen. Als schaal, als presentatieschaal, noem maar op. Dit zijn de soep- of pastaborden. Ook leuk als schaaltje, kun je heel veel mee doen. Dit zijn ook diepe borden, maar dan met een rand. Daar hebben we ook nog echt heel veel decoren van. Er zit altijd wel iets bij. Dit noemen ze de pastaborden. Dat zijn zeg maar die hoedjes. Heel hip. Prachtig voor een voorgerecht, voor salade. Het nadeel zeg ik wel eens, er gaat echt heel veel in hoor. Je moet er even op letten. Wij gebruiken ze ook voor stampot en voor soep. Noem maar op. Je kan er heel veel mee. Heel hip deze, de pastaborden. Hier staan de cake dishes, dus de gebakschoteltjes. Ook een hele stapel, daar zit zeker een mooi decor bij. Dit is een iets kleiner cake dishje. Daar kan een plakje cake of een koekje kan daarop. Nou, dan hebben we hier nog een hele grote stapel met die rechte schaaltjes. Dit gele decor wijkt een beetje af, omdat het ooit ons eigen decor is geweest. Maar daar zijn ook heel van. Heel leuk, ook voor een voorgerechtje. Met de kerst. Nou, hier gaan we gewoon even langs om te laten zien. Want we hebben een mooi kerstboompje nog. Komt straks meer van. Daar zijn mooie kippen. Als hele leuke blikvanger deze enorme grote vaas. Hier staan nog wat kerstboompjes. Dit zijn allemaal melkkannetjes. En de gewone kannen die hangen hier bij het raam. Waterkan, ook super leuk om een bloemetje in te zetten. Hier is nog een mooi kerstboompje. Vaccinelichtje erin staat heel erg leuk. Dit is een waterkan, ook leuk voor bloemetjes. Olieflesje, olie en azijn. Suikerpotten staan hier. Dit zijn allemaal botervlootjes. Kijk, hier is nog een leuk decor erbij. Dit zijn botervlootjes. En hier zijn alle bowl on foot, noemen ze deze. 21, nee, dit is nog oude prijs, 24,95. Leuk ook, of kan je soep in doen, maar je kunt hem voor heel veel dingen gebruiken. Dit is de salad bowl, die is 14,95. Dat is dat stapeltje. Deze hoort daar ook nog bij. Dit zijn soepkommetjes, dit is nog een speciaal kerstsoepkommetje. En deze waterscoop wordt ook vaak gebruikt als soepkom. Heel hip, lekker op de bank met je kopje soep. Dit zijn ice cups. We hebben nog een aantal van. Grote bekers. Hier beneden de appelbollen. Daar kun je heel leuk een gerechtje in maken. Grote goudrenet erin. Met wat rozijntjes, een beetje honing, kaneel. Hartstikke lekker. Kan allemaal in de oven. Dit zijn nog wel grappige schaaltjes. Hier is één cakevormpje. De ballerina is een decor wat eigenlijk al lang weg is, maar wel heel gezellig. Dit zijn de premium rechte bekers. Zie je, zonder oor en helemaal recht. Deze maat. En dat is alles wat aan die kant staat. En deze is de hogere. Deze is 21,95. En deze is 16,95. Kijk, dit is het verschil. Een klein mukje. Ook hartstikke leuk voor een kopje koffie. Maar daar kun je ook van alles in verzinnen. Hè? Ik zie hem ook wel als bolletje ijs erin. Als nagerecht. Koffiekan. Nou ja, alles. Dit is een gewone melkbeker. De klassieker, zeg maar. En hier staan ook nog wat bekertjes.
Dan hebben we hier espresso kopjes. Loop ik wat voor. De Farmer's Mug klein als espresso kopje. Of de Tulip. Dit model. Dat is alles wat hier op het rek staat. De rechte beker. Klein, maar fijn. Voor ieder is er iets. Er staan nog twee mooie lantaarns. Wat ook wel heel leuk is als cadeau. Vaccine lig je erin en heb je wel een leuk sfeertje. Dan zijn we bij de bestseller, de Farmer's Mugs. Dit is de gewone Farmer's Mug van €14,95. Alles hier in de vakjes. En dit is een maatje groter. Hier heb ik nog een leuke kerst. Ook met sterretjes. En de engel is er ook nog. De lady. Lady is ook al verdwenen, maar die hebben we nog. Ik bedoel, die is uit het, die, dat decor is verdwenen. En dan hebben we ook nog deze. Met de poes. Dit is de tulip. Er zijn er ook heel van. Dit is €19,95. En deze ook. Hè? Die is ook €19,95. Nou, allerlei decoren. De Daydream. De engel. Dit is de rechterbeker. Die was hetzelfde als wat ik net liet zien. Deze, maar je ziet het verschil. Deze is €14,95. Deze is €11,95. Moet ik hier nog wat van zeggen? En ze staan niet helemaal goed gesorteerd. Maar ik heb hier nog hele manden ook met Farmer's Mugs. Hè? Dat is ook nog. Dus die hebben we ook nog. En dan hebben we ook nog hier wel een geheim kastje met nog meer. Maar deze staan ook allemaal in de winkel. Kijk, deze bijvoorbeeld met die kipjes. Dat is wel eentje die mensen graag willen hebben. Als hij weg is, is hij weg. Dit is echt een special item. Net als de roze tulp. Die is ook verdwenen. Die komt niet weer. Wat wel nog in de decorenlijst staat, is deze beker. Maar dan alleen met het rode tulpje. Maar deze die komt ook niet meer terug. En hier wat theepotten. Teabag dishes. Nog een paar kerst. Zie. Met poes. Hier is nog een lady. Daydream. Hier is nog een apple blossom. Die is er ook al een tijdje niet meer. Dit is echt voor mensen die dit dan nog graag willen hebben. Hebben we nog wat. De Marrakesh. Hier nog met een zwarte poes. Vergeet me nietje. Hier zijn de zeepschaaltjes. Dit is, hier kun je dan stokjes in zetten, geurstokjes. Maar ook superleuk als bloemenvaasje natuurlijk. En van die zeepschaaltjes hebben we er meer hoor. Kijk, ook even zo doen. Lady. En de rechter. Theepompjes, die zijn €28,95. Nou, theepotten van alles en nog wat. Kijk, we hebben ook deze theepotten, die zijn nieuw. Je kunt het ook als koffiepot gebruiken, maar die hebben een mooie strakke vorm. Hè? Handig maatje. Echt, ik vind ze echt super leuk. En hier heb ik een leuke. Kun je dit even filmen? Vind ik zelf heel leuk, want die is er eentje. Die heeft zo'n mooi lichtblauw dopje. Beetje bijna grijs. Met de Little Gem. Sea Star past daar ook weer zo leuk bij. Qua kleur. Dit zijn voorraadpotten.
Dit is ook nog wel echt iets wat je misschien als cadeau eerder zou kopen. Omdat je het niet zomaar 1, 2, 3 voor jezelf aanschaft. Het kost €54,95. Wel heel leuk voor stokbrood, maar ook als je de tafel dekt. Dat je dit zo mooi in het midden van de tafel kan zetten. Deze hebben we, Red Violet, maar we hebben ook Tender Twix. En nog een gele. Even kijken. Ja, de nieuwe prijs is hier al €62,95. En deze is nog oude prijs. Die tagine, had je die ook gefilmd erop? Dit zijn knoflookbotten, ook nieuw. Prachtige ovenschaal. Is €71,95. Daydream. Flower Fountain. En de Poetry. Deze is ook €71,95. Deze tafel is eigenlijk wat ik nog aan de dierencollectie heb. Het meeste staat hier van een bekers met kipjes, tacklebeker, paarden, een koeienbeker. Dat is ook een tijdelijke collectie. Als het weg is, dan is het ook weg. En dan zal er ooit wel weer een andere komen. Hier hebben we nog een paar unicaat dingetjes staan. Deze bijvoorbeeld. Motorfloat, maar unicaat. Dat betekent dat er maar één kunstenares is die dit gemaakt heeft. En dan is het ook wel een keer zo duur. Deze is €83,95. Maar mooi is het wel. Als je een keer een bijzonder cadeau wil hebben. Kijk, dit bord is natuurlijk wel fantastisch. Met die viooltjes. En de Farmer's Mug is normaal €14,95. Dit is een unicaat. En die is dan €29. Heel mooi, maar wel wat duurder natuurlijk. En hier is nog wat miniatuurservies. Gewoon schattig. Kleine kopjes voor de liefhebber. Alles, ik heb alles apart geprijsd. Dus mensen kunnen dit ook door elkaar kopen als ze dat zouden willen. En dus je kan best zo'n theepotje. Dit is de Daydream. Dus je denkt nou hartstikke leuk. En ik wil dan die indigo onder die stoof erbij. Dat kan. Dat mag. Die is peper en zout. €38,95. En dan staan in dit kastje. Nee, die zit op slot nog. Dat hoeft niet per se, maar anders gaat het deurtje open. Dit zijn een beetje oude decoren nog. En deze, die zijn er allemaal uit. Het is voor een hele grote cappuccino hartstikke lekker. Kopje soep kan ook. Kopperschotels. Ja. Oeh. Nou, geef niks, kan het tegen. Deurknopje. Dit is een bewaarpotje, leuk voor koekjes. Glazen zijn er nog. Kijk, dit glas is bevallen. En het ziet er mooi uit hoor. Ze zijn €7,95. Long drink. Deze zijn ook schattig. Een klein boxje. Klein koekjestrommeltje. Of om je oorbelletjes in te doen. Dat kan ook. Dit is een maatschepje. Voor de koffie. Hier heb ik ook nog een klein voorraadpotje. Toevallig alle twee hetzelfde decor. De rest is al verkocht. Pearls. Gewoon een schattig cadeautje. En dan hebben we hier. Dat zijn hele grote eyecatchers. Daar kan een mooi groot gerecht in voor de kerst. En hier nog wat overschalen. Deze is er nog. Hier ben ik nog wel blij mee. Want daar heb ik wel vaak vraag naar. Om een cake te maken. Maar er kan ook iets anders in. Hetzelfde als ik net liet zien van die ballerina. Maar dan is deze de Summer Wind.
Had je hem gezien? En we hebben ook het textiel natuurlijk van Boenslauw. We hebben een heel textielwinkeltje. Daar komen we straks wel. Dit is een broodmandje. En wat eigenlijk wel grappig is, dat hoor ik dan van klanten. Je kan hier ook gewoon de theepot in zetten. Hè? Als je denkt, ach, dan blijft het zo lekker mijn theetje, lekker warm. Waarom niet? Dat kan best. Dan heb je zo lekker... Maar het is een broodmandje. Even zien, hier zijn we... Nou, hier is nog een hele grote vaas. Mooie eyecatcher, mooi als cadeau. Deze pan is ook prachtig, hè? Een Marrakesh. Hij is €76. Super leuk om dit op tafel te zetten. En dan hebben we hier de borden. Nou, daar had ik wel een beetje net erop kunnen ruimen, maar het is altijd een momentopname. Kijk, we hebben hier nog meer. Het ontbijtbordje, de bovenste rand. Paardjes, poezen. Dit is weer een eigen decor. De Firefly. Koe is er ook nog van. Dit bord is trouwens 17,95, het ontbijtbordje. Het bord hieronder, we hebben even wat ervoor staan. We moesten even voor een foto, maar deze is 26,95. Dus een maatje groter. Dit zijn nog ontbijtbordjes hoor, die zal ik even weghalen. Dat is nog een oud decor. Kijk, deze is 23,5 centimeter, ook handig om te weten. Omdat je met het blote oog het verschil niet zo goed ziet. Hè? En dan één rij naar beneden. Deze verkoop ik het meest eigenlijk. Dat is het bord van 29,95. 25,5 centimeter. En als je nou die andere daarop zet. Dat zal ik even laten zien. Deze en deze. Zie je, dan is dat niet heel veel verschil. Maar de prijs ook niet. Kijk, dit wordt dus €3 duurder. Dus de meeste mensen gaan voor deze. Ach, en als je een keer thuis komt met het verkeerde bord, zeg ik al, dan ruil je het gewoon om. Dat is ook niet zo erg. Als de stickers er maar op blijven zitten. Nou, hier hebben we ook nog genoeg van. Er is nog wel een heel stapeltje van ook. Even kijken, dit is... Kijk, de Sea Star. Oh, die heb ik daar ook bij staan. Dit is de Blue Diamond. Heb ik daar nog van. En de White Lace. En dit is ons eigen decor. Voor wie van kleur houdt. Tea Rose hebben we nog daarvan. En een Frost. Frost is ook al weg. En... Het grootste bord van 26,5 centimeter, die is ook meteen een klap duurder. Hè? Die is €38,95, terwijl het niet eens zoveel scheelt met dit. Kijk. Maar die is dan wel gelijk €8 duurder. Dus vandaar ook denk ik dat de meeste mensen voor deze kiezen, omdat je het verschil niet zo goed ziet. Nee, maar voor wie toch een grote wil, hebben we deze allemaal nog. Deze zijn ook leuk, hè? Kandelaartje. We hebben ook korte kaarsjes erin, die daar precies in passen. Heel gezellig op tafel om dat er zo bij te zetten. Kijk, hier heb ik een rode bijvoorbeeld. Moet je kijken hoe leuk dit is. Leuk toch? Voor de kerst. Dit is een beetje het gekleurde hoekje. Hier hebben we nog... Die, wat ik net zei van de Farmer's Mug, de rode tulp.
Die is gewoon nu toch nog te verkrijgen. En hier zie je het verschil met de roze. Kijk, het is een net iets ander decor. Die blijft, deze gaat weg. Lief heersbeestje. Deze zijn nog leuke kerstitempjes. Een recht bekertje, die hebben we nog. En hier zijn nog twee prachtige kerstbekers. Mug with Ear heet die. Hij is €23,95. En dan hebben we hierboven, ook wel grappig, de Cheese Ladies. Nou, ze kijken allemaal wat verbaasd, maar ze zijn wel gewoon super grappig. Ook leuk als je, het is natuurlijk een kaastop, maar je kan hem ook buiten op tafel als je buiten eet. Die zit ook hartstikke leuk. In allerlei decoren. En is hier nog een kleine variant. De grote, ik zal hem even laten zien. Kijk, de Dragonfly, ze zijn €64,95. En dit bord heb je er dan bij, hè? Dit compleet zo. €64,95. Voor de verzamelaars heb ik in Nijkerk nog een paar van deze gekke kleintjes gevonden. Kijk, dit zijn hele kleintjes, 26,5. Ik neem altijd die grapjes mee, want dat vind ik leuk. En deze is een maatje kleiner. Is ook €64,95. Rara, hoe kan dat? Ja, ik bedenk het niet. €64,95. Dus dat maakt niet uit. Het is even duur als die grote. Ja. Deze ook. Ja. Beetje stof hoor op de boerderij. Dan moeten we er nog even afpoetsen. Hier heb ik nog een hartstikke leuke kerstboom. Die is €79,95. De rode variant. Dit is het melamine gebeuren. Maar dat is meer een zomerartikel. We hebben de onderzetters. We hebben het allemaal wel in ieder geval. Een blikje. En daar zitten 6 van deze in. Met mooi kurk aan de achterkant. Dat je tafel niet beschadigt. Gebakschoteltje kerst. Spaarpotje. Nou, nog wat bekers met het engeltje erop. Deze, de rice bowl, dit zijn toevallig ook kerstdecor. Is wel erg mooi, hè? Deze. Ik vind dat deze de hele winter kan, hoor. Of niet per se in de kast na de kerst. Sterretjes kan ook het jaar rond wel. En dan hebben we hier nog een grote kerstboom. Daar nog kerstitems. En dan op de kachel hier weer een blikvanger. Die is €180. Uiteraard kan die in de oven. Even een rondje doen nog. Nou, dan zijn we hier. Hartstikke leuk cadeautje. €31,95. Lace. Tender Twix. Deze is een oud decor hoor. Forget me not. Maar ik vind hem prachtig. Nog een paar hartjes. Die zijn hetzelfde. Het is ook het symbool van het hartje geven. Dat is ook altijd wel leuk. Dus
premium schalen. Dit is een hele mooie collectie, vind ik. Die is wat moderner, wat strakker. Ik vind deze vorm wel erg mooi. Dit is ook een schaal waar je heel veel mee kan, hè? Allerlei gerechten erin. Deze 49,95. Indigo. Hier heb ik er wel drie van, zie ik. 36,95. Maatje kleiner. En de onderste, dit is dan de Flower Fountain. Die heeft dat grijze, hè? Dat is mooi. En dit is de Blue Diamond. En dan weer een maatje kleiner. De Pearls. 29,95 zijn deze. Lace. Indigo. En Pearls. Van deze serie Premium Collection, zeg maar. Daar zijn niet alle decoren van. Daar zijn er 5 van. Je kunt dus niet zeggen van, ik wil die schaal in iets anders. Dat geloof ik tenminste, hoor. Volgens mij is dat zo. Dat zou ik even echt in een magazine naar moeten kijken. Maar zij hebben voorlopig, volgens mij, van deze 5 decoren. We hebben de letterbekers ook. Alleen de A is even uitverkocht. Niet alleen bij ons, maar in Nijkerk was die ook niet. Het alfabet voor een persoonlijk cadeautje. Kijk, hier heb ik wel weer die premium schaaltjes. En die hebben wel andere decoren. Dus misschien klopt mijn verhaal van net niet helemaal. Allerlei bakjes. Deze 14,95. Bol on foot. Nog een paar maten. Deze grote is 69,95. En we hebben ook nog een hele grote van deze. Nou, en hier allerlei schaaltjes. Er is eigenlijk te veel. Ik begrijp dat de klant door de boom het bos niet ziet. Dus je moet eigenlijk wel weten welk schaaltje je hebt. Je kunt heel handig altijd, als je in de winkel bent, aan het nummer zien welk schaaltje het is. Dat kun je ook in de gids zien, in het magazine. Daar staat het nummer ook op. Het tweede nummer is het decor. Nou, de rice bowl. Dat is deze. Die is er ook in allerlei maten. Die heeft verder geen voetje. Die loopt een beetje rond. Deze. Maatje kleiner. Nog een maatje kleiner. En dan heb je ook nog weer de hoge en de lage daarvan. Er zijn er ook weer 2 maten van. Het bestek. Daar hebben we ook nog het een en ander van. Bestek is €12,50 per stuk. Het hoeft niet per set gekocht te worden. Gewoon per stuk is prima. Want dit sparen mensen ook door elkaar. Maar wat we ook binnen hebben is het nieuwe bestek. Dat zal ik even laten zien. Dat is dit. En dat gaat per set. Kijk, dit is het nieuwe bestek. Dat is €125 de hele doos. Wel prachtig als cadeau natuurlijk. En dan zit alles er 4 keer in. Dus 4 van deze vorken. Heel mooi, slank. Van het merk Boonslow Castle. Lepel 4 keer en een dessertlepel. Ook heel mooi slank lepeltje. Het ziet echt prachtig uit. Die hele box is dus €125. Kijk. We hebben hier de dubbele schaal. Hartstikke leuk. €33,95. We hebben er 3. Schaaltjes met oortjes eraan. Die zijn ook zo leuk om bijvoorbeeld op zo'n tea-stoof te zetten. Tenminste, dat vind ik gezellig. Als je gaat fonduen, je zet zo'n tea-stoof op tafel met een lichtje erin. En dan heb je hier een leuk pannetje om iets warm te houden. Kijk, hier heb ik hem ook staan. Die is er meer tea. Die is er ook al niet meer, helaas. Prachtig blauw met groen.
En dan deze Wood Violets. Lepeltje erbij. Kan je lekker iets in warm houden. En staat heel gezellig op tafel. Nou, deze. Een paar mooie blikvangers nog. Vase. Niet iets wat je even snel voor jezelf koopt, hè? Maar als cadeau prachtig, toch? De visjes zijn ook schattig. Als je nou een mooi voorgerecht hebt met zalm en je doet dat in zo'n visje of een zalmsalade. Nou, hoe leuk is dat, zeggen ze dan. Daarmee zie je. En die andere visjes, had je die wel gezien? Zal ik die eens even pakken nog? Kijk, deze hebben we ook nog. Dubbel, ik leg hem even hier op. Deze, die is €39,95. De Dragonfly en de Daydream heb ik daarvan. En dit is ook nog een hele mooie vis. €42,95. En deze ook. En deze, prachtig. Deze zijn €52,95. Wat ik zelf ook een heel mooi cadeautje vind, is dit. Zo'n snijplankje. Maar ook omdat het... En dat is een oud decor. Guirlande is het. Maar prachtig, toch? Ook zo leuk om op tafel te zetten met wat dingetjes erop. Of wat kaas erop. Want als snijplankje zou ik dit niet gaan gebruiken. Ik zou niet keihard gaan krassen met een scherp mes op zo'n plankje. Want dan komt het toch echt wel... Ga je dat zien? Dus dat is een beetje, vind ik een beetje zonde. En wat we ook nog hebben voor onze dierlijke vrienden. Kijk. Deze hebben we ook. Hè? Het zijn wel drie hele vrolijke decoren. Af en toe zit er een beetje zo'n stofje in, maar goed. Dit is al een hele oude hoor. En deze, die is Meadow. Een ballerina. Deze weet ik niet uit mijn hoofd. Die zoeken we op. Nou, dan hebben we het meeste wel gezien, denk ik. Laat ons weten wanneer ik iets kan doen. We pakken het mooi in. Als u nou een beetje in de buurt woont, dan brengen we het nog langs ook. Deze had ik ook nog niet laten zien, de vierkanten, die zijn ook nog mooi. €18,95. De Lady. Blue Eyes, Blue Diamonds. Dit is Marrakesh. En die ook. En lepeltjes hebben we nog en vorkjes. Kijk, hier hebben we nog iets wat ook nog wel leuk is. De fondue pannetjes. Er zijn vast veel mensen die gaan gourmetten of fonduen. En dan is dit wel super schattig. Ook leuk om weer op zo'n stoof te zetten. Om dingen in warm te houden. Het kan allemaal in de oven, dat weet u vast. Dit is voor de keukenrol. Als cadeau hartstikke leuk. €39,95. Dit is een hele mooie voorraadpot. Maar ik zeg wel eens eerlijk tegen klanten, hij gaat soms best zwaar. Dus je moet wel flink die kurk aandoen. Het is wel heel mooi om te zien of die nou heel praktisch is. Mag je eigenlijk niet zeggen als verkoopster, maar doe ik toch. Dit is heel leuk als om je kookboek op te zetten. Maar ook als je denkt, ik wil iets gewoon laten zien. Ik heb een heel mooi gerecht, ik heb een mooi plaatje. Ik zit het op mijn aanrecht en ik zet daar iets op. Dat ziet er gewoon heel leuk uit. Misschien ook meer als cadeau dan dat je het even snel voor jezelf koopt. Dit is ook nog wel een collectors itempje. Een deegroller. Zul je niet overal zien. €43,95. Dit vind ik ook een schatje. Puddingvormpje. Slechts €22,45. Schattig. En deze hebben we nog.
is ook heel leuk hoor. Een muffin tray. Daar hebben we er, even kijken, 1, 2, 3, 4 van. Je kunt daar muffins in bakken, maar hoe leuk is het om op tafel te zetten en allerlei nootjes in te doen of een andere lekkernij. Kijk, daar is de aqua, dat is ook al een oud decor. De lace en de gele daffodil heette die nog. En kijk, deze heb ik ook nog. Voor olijven. Die is 25,80. Een olijvenbootje. Nou, deze heb je. Heb je deze al gefilmd? Voor een eitje. Maar je kunt ook heel leuk daar je amuse dingetjes opleggen en het zo presenteren. Kan. Kijk, hier hebben we een amuse lepel. En die hang je erop. En daar doe je dan je amuse op. Zou kunnen. Maar straks met de paas is die heel leuk voor de eitjes. En nog even dit. Dat had ik nog niet laten zien. Dit is de measuring cup. Maar hij is ook schattig als eierdopje. En we hebben ook de platte eierdopjes. Deze. En we hebben de klassieke eierdopjes. Dat is die. En als je nou voor de grap je eitje warm wil houden, dan hebben we ook nog mutsjes over de eitjes te doen. Die zijn €4,95. Dat was de Boenslauwhoek. Gaan we straks even verder met het textiel. Tot straks.